Wij hebben onze aanvoerstroom anders georganiseerd. Daar zijn we eerst goed naar gaan kijken. We kregen heel veel kleine leveringen in een korte tijd, vaak 's ochtends in de spits. Dat is nadelig voor alle partijen, voor de leverancier zelf die met duur transport heeft, maar ook voor het wegennet wat vol staat. Door samen te werken konden we veel minder leveringen krijgen die veel voller zaten. Dus dat geeft heel veel rust in de hele keten. En we hebben een stukje venstertijden geïntroduceerd, waardoor we 's avonds en 's nachts gespreid aangeleverd kregen. Waardoor we dus ook weer minder vervoersbewegingen hadden en zeker veel minder vervoersbewegingen in de spits. De uitdaging is om een realiseerbare oplossing te bedenken waar alle partijen het eens mee zijn. Dat hebben we enerzijds gedaan door goed naar de data te kijken hoe we werken. En anderzijds door met alle partijen te zitten en een passende oplossing te verzinnen. Door onze aanpak hebben we 25 spitsritten verminderd. Dus 25 vrachtwagens uit de spits gehaald. We hebben minder kosten bij onze leveranciers. We hebben een efficiëntere logistiek voor de transporteur. En we hebben zelf intern ook een efficiëntere logistiek en een betere dienstverlening naar onze klanten. Als ik een tip zou kunnen geven is, kijk goed naar je eigen data en ontsluit ook informatiestromen met je ketenpartners, waardoor je fouten vermindert en ook daarvan kan leren en alleen maar beter wordt. En we zeggen dan ook, let's plantify the future together.